Reisduur vanavond, jongens. Lucille Werner. Ja. Hele leuke foto's. Ja, enig. Ja, we wachten er nog heel even mee. Voor de eerste vraag is altijd dezelfde. Wat moet er absoluut op nummer 1? Absoluut op nummer 1 moet Proud Mary van Tina Turner. Alright. Left a good job in the city. Working for the main every night and day. But I never lost one minute in a sleep. And I was worried about the way that things might have. Waarom dit nummer? Ja, dit is echt een nummer. Dat heeft mijn hele leven ongeveer wel beïnvloed. Iedere keer als ik dit nummer hoor en ik zit in de auto, ja, dan gaat het natuurlijk 180 over de A2. Mm-hmm. Maar dat nummer dat pompt je helemaal op. Uh-huh. Dat geeft je enorm veel energie. Wanneer begon dit? Nou, dit begon eigenlijk, ik denk toen ik een jaar of 17, 18 was. Zo'n 20 jaar geleden. Op mijn kamertje in Eindhoven. Ik wilde namelijk eigenlijk de nieuwe Madonna zijn. Maar die danspassen die kreeg ik maar niet onder de knie. Nee. Dus ik moest natuurlijk mijn droom wel een beetje bijschaven en dergelijke. Maar toen dacht ik, die mooie benen van Tina Turner, die wil ik ook. Alright. Dus ik ben een beetje in het repertoire van Tina Turner toen gaan duiken. En toen dacht ik, ja, dat Proud Mary is helemaal gewoon te gek. En ik had er best nog wel succes mee. Want dat Tina Turner verhaal, dat leefde altijd in de kroegen van Eindhoven. Als het 12 uur was, dan kwam er een kratje bier. Of ja, een leeg kratje bier dan wel, want die hadden we natuurlijk allemaal opgedronken. Uh-huh. Maar goed, dat kratje bier, en daar ging ik dan opstaan. En ik zong over de plaat heen, het nummer Proud Mary. Jo, echt de hele kroeg, die hing in de lampen en die stond op de tafels. Ik ben even tot de productie. Een leeg kratje bier graag, binnen een minuut hier. Nee. Ook zie het al komen zo. Nee. Monika, zet even. We zien wel of we er gebruik van maken, maar het staat er niet. Ja, maar wacht even, Matthijs. Ik zong over de plaat heen. Je gaat me toch geen microfoon geven nu? Want het was gewoon die plaat die startte. Nee, wacht maar even. Ik ga nu nadenken. Ik ga eerst even het verhaal even afmaken. Ja. Maar ik verheug me nu al op een grote finale, dat begrijp ik. Dit is, Lucille, dit is een foto uit die tijd. Ja. Met een microfoon zong je dus mee met Tina Turner. Eigenlijk officieel Ike en Tina Turner, als we heel eerlijk zijn. Want hij deed dat rolling. Ja, ik deed beide in één. Je deed allebei? Okay. Maar we moeten niet één fase overslaan, want die is wel interessant. Jij was zo serieus in het zingen, zeker, dat jij dacht, ik meld mij aan voor de Soundmix Show van Henny Huisman. Ja. En daar heb jij inderdaad in de voorrondes, we zien hier Henny Huisman en we zien hier Lucille, heb je meegedaan? Serieus meegedaan. Ja, ik gewoon. Er zit iemand heel hard te lachen. Ja, dat zie ik. Ja. Nee, maar ik was ervan overtuigd dat mij dat zou lukken. Ja. En, met dit nummer ook? Met dit nummer ook. Ja, al die nummers van Tina, dat waren gewoon heerlijke nummers. En ik dacht van, nou ja, daar ga ik dan. Maar ja, ik stond wel een beetje stil. En je ziet hier toch de teleurstelling. Uiteindelijk. Dat is dus net niet gelukt. Dat is net niet gelukt. Maar het was dus echt je ambitie om zangeres te worden. Nee, maar ik was heel serieus. Dat bedoel ik. Ja. Dat bedoel ik. Ja. Maar goed, dit verhaal is verteld. We weten inmiddels wat er van je terechtgekomen is. Klaag niet, zou ik zeggen. Nee. Daar staat wel dat kratje inmiddels. Wat kunnen we doen? Want kijk, jij kan dit woordelijk meezingen. Ja, maar dan vind ik het wel leuk. Dit zijn dagen tussen kerst en oud en nieuw. We zitten een beetje met elkaar zo rond de televisie. Nou, weet je wat ik dan wel doe? Dat is een harmonieus gevoel. Ja, maar weet je, ik stond eigenlijk met dat kratje altijd natuurlijk daar achter de bar. Ja? Ja, daar. Wil je dat? En dan, ja, dat wil ik. Okay. En dan wel een microfoon, maar over de plaat heen. Nee, over de plaat heen. Ga jij die kant vast op? Ja, ik ga vast op. Ja? Kan even duren. Ik moet wel echt... Ja, echt op een kratje, jongens. Nou, zo stond ik dan, zeg. Goeie genade. 2, 3, ha! Ja, kom op, mama! I left a good job in the city. Working for a man every night and day. And I never lost one minute of sleeping. Worried about the way they